De Prins Willem-Alexander School en kinderopvang De Lange Keizer in De Lier gaan verhuizen naar een nieuw pand. Het moet nog wel gebouwd worden, maar woensdagochtend werd de eerste paal geslagen. Lang naar deze dag uitgekeken? Nou zeker, want we zijn hier al een tijdje mee bezig om een nieuw gebouw te krijgen. Pak een beetje een jaar of 8 zijn we al bezig met de voorbereidingen. En nu vandaag hebben we het feestje gevierd van onze eerste paal. De school komt in de nieuwe woonwijk in De Lier, vlakbij de nieuwe rotonde op de oostelijke randweg. Nou, dit is natuurlijk een enorme grote nieuwe wijk in De Lier. En deze kinderen moeten ook ergens naar school, dus De Lier is erg groeiende. En het huidige gebouw waar wij in zitten, dat is eigenlijk aan vervanging toe. Vandaag hielpen de kinderen bij het slaan van de eerste palen. Mochten ze ook meedenken over hoe het nieuwe gebouw eruit moest zien? Hoe het gebouw eruit gaat zien, dat is natuurlijk het werk van de architecten. Die hebben dat keurig gedaan naar de wensen van ons als team en van onze visie. Maar over het schoolplein wat straks gerealiseerd moet worden, daar hebben de kinderen inspraak in. Daar hebben zij mooie ontwerpen voor gemaakt. Dus dat alles wat zij aangeven, nemen we mee. Lange Keizer heeft sowieso meegedacht. Dus we hebben met elkaar een hele mooie school neergebouwd. Dat we vooral in de toekomst nog meer kunnen gaan samenwerken met elkaar. Dus dat de kinderen van 0 tot met 13 een hele veilige en mooie plek krijgen. De bouw van de nieuwe school gebeurt wel iets later dan gehoopt was. Ja, dat klopt. Het had eigenlijk dit schooljaar of dit kalenderjaar opgeleverd moeten worden. Maar goed, elke nieuwbouw levert vertraging op en dat wisten we van tevoren. Daar hou je rekening mee. Maar nu vielen we natuurlijk wel echt een feestje, omdat nu is er geen weg meer terug. En wanneer kunnen de kinderen hier dan naar school? Ja, ik denk dat we daar iets meer tijd nog wel voor nodig gaan hebben. Je weet het nooit met de bouw. Hè. Ze kunnen dat best vrij snel realiseren. Maar voordat het echt goed en wel staat en we klaar zijn om te verhuizen, gok ik wel echt op eind 2024.